Sinterklaas, kijk uit dan morgen die Alpe d'Huez. Ja, eigenlijk wel. 10 miljoen mensen op die berg. Ja, dat is toch altijd mooi. Ja, maar ook het is heel mooi, maar er zitten ook andere kanten aan, hebben we deze week ontdekt. Hè? Ja, ik maak me daar op dit moment eigenlijk geen zorgen over. Het is niet dat jullie altijd met Sky, met Froome, laten we even heel concreet zijn, met zorg die berg op gaan? Nee, dat is eigenlijk... Nee. Je hebt natuurlijk met TVM, in je TVM-jaren daarna, je bent heel vaak op de West op geweest. Wat maakte het als renner zo speciaal? Ja, vooral, ik zat altijd in de bus, in de groepetto, de laatste groep. Ja, dat is wel een mooie ervaring, vooral de eerste keer. En dan duwde dat al dat volk jou die berg op? Wat eigenlijk ja, letterlijk en figuurlijk. Soms letterlijk ook. Dus dat is altijd wel lekker, mag wel niet. Maar was jij nou even die coureurs die altijd riep duwen, duwen, duwen? Ja, en dan met mijn handgebaar maken, dat ze, alsof ze niet mogen duwen. Ja, wat is nee, ik was niet een van die renners die heel aan het roepen was, maar soms als je heel slecht moment had, dan zagen ze wel, dan duwden ze wel. Is dat die miljoen mensen, bocht 7, met het hele Brabants carnaval, is dat iets wat Nederlandse renners iets extra's geeft? Ja, absoluut. En daar ben ik 100% zeker van. En het zal zeker Mollema en Geesink en ook onze Wout zeker stimuleren vanmorgen. En ik hoop dat ze ook de Nederlandse ploegleiders gewoon aanmoedigen. Ja, nog één dingetje heel snel. Gaat Froome nou morgen met name letten op die Nederlanders? Hij is het klassement, zijn ze geen bedreiging, maar misschien wel ook vroeg morgen winnen op de Nederlandse berg. Ik denk dat er heel veel renners willen winnen op de Nederlandse berg. En ik denk dat Chris heel graag de Tour wil eindigen met winnen op Alpe d'Huez. Als die mogelijkheid zich voordoet. Het is niet dat wij de koers zullen gaan controleren om voor de overwinning te gaan. Dat zullen anderen moeten doen. Maar als die kans zich voordoet, ja, denk ik dat hij dat zeker gaat proberen. En, maar ja, ze zijn er meer. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja.